Scratch is een programma waarmee kinderen vanaf ongeveer 10 jaar kunnen leren programmeren. In deze instructievideo behandel ik de basisvaardigheden van Scratch om een game te kunnen programmeren. Scratch is web-based. Dat betekent dat je op internet surft naar scratch.mit.edu. Daar kun je ruim 8 miljoen projecten van anderen bekijken, maar het is natuurlijk veel leuker om zelf aan de slag te gaan. Klik op de oranje kat om de editor te starten. Scratch draait op Flash. Dat betekent dat Flash geïnstalleerd moet zijn op de computer om Scratch te kunnen gebruiken. Via het wereldbolletje kun je de taal instellen. Hij staat eerst vaak op Engels, maar Scratch is ook gewoon in het Nederlands beschikbaar. Links staat het canvas, waar ik straks de game ga maken en daar zie je ook weer de kat van Scratch staan. In het midden van het scherm staan de programmeerblokken en aan de rechterkant schrijf je het programma door de programmeerblokken daar naartoe te slepen. Helemaal rechts staat nog een help. Die kun je eventueel wegklikken. Stap 1 van de game is om de kat te leren lopen. Om dat uit te leggen, licht ik even toe hoe het canvas in Scratch werkt volgens een x-as en een y-as. Scratch heeft een blanco canvas en daaronder ligt een onzichtbaar raster van een x-as en een y-as. De x-as loopt van links naar rechts en de y-as loopt van beneden naar boven, of andersom. In het midden zijn de coördinaten 0,0 en daar begint je kat. Om de kat te laten lopen over de x-as kun je hem leren om stappen te nemen, pixels. 1 pixel is 1 puntje op een computerscherm. Als ik de kat dus bijvoorbeeld 50 pixels op de x-as wil verplaatsen, dan gaat hij recht opzij en staat hij op 50,0. Ik kan de kat ook achteruit laten lopen en dan gaat hij door de y-as heen. Als ik hem nu bijvoorbeeld 100 pixels naar achteren verplaats, dan gaat hij naar min 50,0. De kat kan ook omhoog, dan moet hij over de y-as bewegen. Ik kan hem 40 pixels omhoog bewegen, dan komt hij op min 50 en 40. En als hij op de y-as omlaag wil bewegen, dan gaat hij negatief. Dus dan gaat hij naar min 50, min 40. Goed, tijd om de kat te leren lopen. Als eerste moet ik een blok toevoegen dat je vindt onder gebeurtenissen. Dat is bij de donkerbruine kleur. En daar begin ik met het blok wanneer op de groene vlag wordt geklikt. Dan moet er iets gebeuren. Dan begint het programma te lopen. En wat er dan moet gebeuren, dat vind je onder de andere kleuren. Ik ga naar besturen en ik ga alle functies die ik ga toevoegen continu herhalen. Wat ga ik namelijk doen? Als ik straks iets ga doen, dan moet er iets gebeuren. En dat als, dat vind ik weer onder waarnemen, onder de blauwe kleur. Als ik een toets indruk, die kan ik erin slepen. Er komt dan een witte rand om het kadertje heen. En die toets die kan ik aanpassen. Hij staat nu op spatiebalk, maar als ik bijvoorbeeld het pijltje naar rechts druk, dan moet de kat gaan lopen. En die vind ik weer onder de blauwe knop van bewegen. Dan verandert de x-as met een aantal pixels. Hij verandert nu met 10 pixels. Ik kan het uittesten door meteen hier op de groene vlag te klikken. Als ik nu op de pijl druk naar rechts, dan loopt de kat 10 pixels naar rechts. Ik kan hem ook kleinere stapjes laten maken, dan verander ik dat aantal bijvoorbeeld met 5 pixels, dan neemt hij iets kleinere stapjes. En ik wil dat als ik naar links druk, dat hij weer naar links gaat. Dus ik voeg eraan toe, als waarnemen. Ik druk naar links, dan verandert x. Op de x-as naar links bewegen is negatief, dus hij neemt stapjes van min 5. Ik druk op de groene vlag en naar rechts en links bewerkt allebei. Op dezelfde manier kan ik naar boven en beneden toevoegen, maar dan gebruik ik natuurlijk niet de x-as, maar de y-as. Op dit moment reageert mijn kat op alle pijltjes toetsen. Hij kan naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden. Ik wil nog een begin aangeven van de kat. Ik wil dat als ik mijn programma begin, dat hij altijd op een vaste plek start. Om dat te kunnen doen, sleep ik hem eerst naar de gewenste startplek. Ik wil straks dat hij bovenaan gaat starten. Als ik hem naar die startplek heb toegesleept, dan voeg ik nog 1 blok toe aan mijn programma. Maar die moet eigenlijk direct onder wanneer de groene vlag wordt aangeklikt. Dus ik koppel even de gele blokken los en ik voeg daarin toe, schuif in 1 seconde naar de
de coördinaten waar de kat nu op staat. Ik plak mijn andere programmablok daar weer onder. Als ik nu bijvoorbeeld de kat ergens anders naartoe sleep en ik klik op de groene vlag, dan begint die altijd op die startplek. En vanaf daar kan ik met de pijltjes toetsen alles doen wat ik wil. En elke keer als ik op de groene vlag klik, gaat hij terug naar zijn beginplek. Nu is het tijd om een achtergrond toe te voegen. Om een achtergrond toe te voegen kan ik hier aan de linkerkant de achtergrond selecteren. Ik heb nu de kat geselecteerd, maar ik klik op speelveld. Vervolgens kan ik hier in de tabbladen naar achtergronden. Ik kan hier een plaatje uit de bibliotheek van Scratch neerzetten. Ik heb verschillende opties. Ik kies voor een achtergrond kiezen uit de bibliotheek. En dan ga ik even kijken. Ik ga een thema selecteren onder water. En ik vind dit een mooie achtergrond. Ik wil er nog iets op tekenen, dus ik heb ook de kwast geselecteerd. Ik selecteer onderin de gewenste kleur die ik wil hebben. En ik kan nog de lijndikte bepalen. Ik neem een iets dikkere lijn. En ik teken onderaan nog enkele waterplantjes. Zo, ik vind mijn plantjes eigenlijk wel mooi geworden. Ik heb nu een kat die onder water is, maar hij moet nog een doel hebben. Hij moet namelijk op zoek naar de schatkist. En die schatkist ga ik ook toevoegen, net zoals ik net een achtergrond heb toegevoegd. Maar dat doe ik door een nieuwe sprite toe te voegen, een plaatje. Net zoals de kat wordt de schatkist een plaatje. En dat kan ik hier links doen door een nieuwe sprite te kiezen. Maar in de bibliotheek van Scratch zit geen schatkist. Dus ik heb even een plaatje van internet alvast op de computer gezet en die kan ik uploaden. Ik heb het plaatje van de schatkist geüpload en die staat er nu bij de sprites en hij is heel groot op mijn canvas neergezet. Die ga ik wat verkleinen. Hierbovenin heb ik een aantal knoppen om de sprites te vergroten of te verkleinen. Dus ik selecteer het verkleinen en ik klik op de sprite die ik wil verkleinen. En ik maak hem zo klein dat ik hem tussen de plantjes neer kan zetten. Nou wil ik gaan programmeren dat als de kat bij de schatkist is, dat hij dan gewonnen heeft. Dus ik selecteer weer de sprite van de kat. En vervolgens ga ik daaraan toevoegen de juiste blokken als hij raakt. Als ik raak de treasure gold, dan zegt hij hebbes. En dan eindigt het spel. Nou, dat gaan we even testen. Hebbes. Nou wil ik ook nog dat als de kat de plantjes raakt, dat hij dan teruggaat naar zijn beginpositie. Hij mag dus niet de plantjes aanraken. Dat ga ik ook toevoegen. Dus als hij raakt een bepaalde kleur, en die kleur die kan ik selecteren. Ik klik even eerst op de kleur, dan krijg ik een handje. En daarmee kan ik de kleur selecteren die ik wil hebben. En dat is de kleur groen van het plantje. Als hij raakt de kleur, dan beweegt hij weer naar de startpositie. Dus dan moet ik naar beweging. En dan schuift hij dus weer in 1 seconde naar de startpositie. Maar om die coördinaten even goed te hebben, moet ik hem eerst op die plek neerzetten. En dan schuift hij daar dus naartoe. Even kijken of dit werkt. Als ik nu ga lopen, dan raak ik de groene plantjes aan en dan ketst hij terug naar zijn beginpositie. En als ik de schatkist aanraak, dan heeft hij de schatkist. Ik heb nu eigenlijk al de basisbeginselen van een game, maar ik ga het nog een beetje moeilijker maken. Ik wil namelijk nog een vijand toevoegen. Dus ik kies een nieuwe sprite. En de vijand die ik ga toevoegen, die staat wel in de bibliotheek. Onder het thema onder water vind ik een haai. Dus ik ga een haai toevoegen. Een grote haai, een enge haai. En die haai ga ik ook programmeren. Die haai gaat namelijk heen en weer zwemmen. De haai staat geselecteerd en dan bij gebeurtenissen. Wanneer er dus op de groene vlag wordt geklikt, dan gebeurt er wat. En die haai die gaat van alles doen. Die gaat iets herhalen en dan gaat hij telkens bewegen. Hij neemt stapjes, maar hij neemt kleine stapjes, anders is hij veel te snel. En als hij bij de rand komt van het scherm, dan draait hij om. Eens even kijken wat er gebeurt. De haai die zwemt. En hij keert om. Maar hij keert ondersteboven om. Dat wil ik niet.
Ik moet nog even iets toevoegen aan zijn programma. Als hij gaat draaien, dan moet hij wel links-rechts draaien. Ik ga het nog een keer proberen. Hij zwemt heen en weer. Helemaal prima. En ik kan met de kat kan ik proberen om naar de schat te komen. En dat lukt. Ik heb namelijk nog niet geprogrammeerd dat de kat niet de haai mag aanraken. Dus dat moet ik toevoegen aan het programma van de kat. Ik selecteer weer de kat. En ik ga weer naar besturen. En als... waarnemen. Ik raak de shark, de haai, dan ga naar, dan zet ik hem er even op de begincoördinaten, ga naar de begincoördinaten. En als ik hem nu uittest, en ik probeer de haai te ontwijken, maar het lukt niet. Oh, dan gaat hij terug naar de begincoördinaten. Dus ik mag de haai niet aanraken. Oh, daar gaat hij weer. Ja, en nu wordt het al een stuk uitdagender om de schat te pakken. Die haai die is nog een beetje een slome haai. De haai mag toch nog iets sneller. Dus ik laat even terug naar het programma van de haai. En ik verander hem in 10 pixels per stap. En dan gaat hij wat sneller. En kijken hoe hij nu gaat kijken. Dan wordt het nog uitdagender natuurlijk. Oh, hij is net op tijd. Ik wil nog één ding toevoegen en dat is namelijk als ik de haai aanraak met de kat, dat hij dan zegt game over. Dus ik ga nog even naar het programma van de kat. Ik ga naar uiterlijk. En hij zegt game over. En daarna stopt de game. Dus onder besturen stop alle. Ik vind het eigenlijk alleen nog wel raar dat een kat aan het duiken is. En ik zag net in de bibliotheek dat er ook een duikertje is. Ik ga de kat nog even vervangen door een duiker. De kat staat geselecteerd en ik kan naar het tabblad uiterlijkheden. En ik kan hem een nieuw uiterlijk geven. Ik kan dat uit de bibliotheek halen. Ik selecteer even onder water. Ik kies het duiker. En de kat wordt nu vervangen door een duiker. En ik kan die duiker zelfs, door hem aan te klikken, kan ik hem de goede manier laten duiken ook echt. Ik ga weer terug naar mijn script. Ik vind de duiker nog wel een beetje groot. Ik maak hem ietsje kleiner. Zo. En dan zet ik de duiker in de beginpositie. En nu start ik mijn game. Hebbes. Mijn game is af. Op deze manier kan ik in Scratch een game programmeren. Ik kan hem nu downloaden via bestand. Kan ik hem op de computer zetten. Kan ik hem op een andere computer weer uploaden om te spelen of om het uit te wisselen met anderen. En dat is eigenlijk hoe Scratch werkt. Ik hoop dat je met deze basisvaardigheden instructievideo in staat bent om zelfstandig verder te werken met Scratch en prachtige dingen te maken.